Hoi, ik ben Bobby Eden en natuurlijk kennen jullie me allemaal van DDNLA of van mijn ondeugende natuurfilms. Vandaag ga ik jullie een haakles geven. Eigenlijk ga ik jullie vertellen hoe je amakurumi moet haken. Dat is een Japanse haakkunst waarbij we kleine beestjes haken. Wat hebben we daarvoor nodig? Een haaknaald en een bol wol. Doen jullie met me mee? Naast het bonnetje wol en de haaknaald hebben we ook nog andere materialen nodig om te kunnen haken. Een bloknoot met een potlood om alles aan te geven welke toer je hebt gedaan en welke je nog moet doen. Dus daar kan je het mee aanvinken. Een stopnaald. Dit is om je werkje in elkaar te gaan zetten op het einde. De kopspelden om te kijken hoe het staat als je alle onderdelen al gehaakt hebt. Veiligheidsoogjes. En daar wil ik toch even benadrukken, die zijn heel belangrijk als je haakwerkje weg wil geven aan kleine dingetjes. Dus dan kunnen ze in ieder geval niet eraf vallen. En steekmarkeerders. Dat is om te kijken waar je bent begonnen in de toer. Omdat je rondhaakt, sluit je nooit af met een halve vaste. Een schaartje. En niet te vergeten, wat heel belangrijk is, een leesbril. Want anders zien we echt geen reet. Ik heb voor jullie het voorwerp al een beetje gedaan, omdat de tijd eigenlijk te weinig is om jullie alles uit te leggen. Maar ik wil jullie wel vertellen hoe je dus een vaste moet haken. Wat belangrijk is een goede haaknaald. Deze haaknaalden, die zijn gewoon oké, maar daar krijg je best veel kramp in je hand van. En het liefst wil je dus de haaknaald uit het raam gooien. In amakurumi haak je rond, dat heb ik net ook verteld. En dan werk je eigenlijk alleen maar met vaste. Een vaste steek betekent dus dat je de haaknaald in de steek steekt, de draad over de haaknaald laat glijden, doorhaalt, weer de draad over de haaknaald en weer doorhaalt. Dus we steken de haaknaald in de steek, de draad slaan we om de haaknaald heen, halen we door. Nog een keer over de haaknaald heen slaan en halen we weer door. Dit zijn twee steken. Bij amakurumi moet je meerdere en minderen, want anders blijft je werkje dus heel erg klein. Als je meerdert, doe je precies dezelfde handeling, een vaste, doorheen halen, overslaan, doorheen halen. En dan in deze steek, daar doe je nog een keer een vaste. Overheen. Doorheen halen. Dus het zijn twee steken in één steek. Wanneer je alle onderdelen gehaakt hebt van je beestje, ga je hem met spelden in elkaar zetten. Dus dan kan je in ieder geval kijken hoe je hem wil hebben. Als je gelijk al aan elkaar begint te naaien, kan het zijn dat je ene arm hier zit en je andere arm hier. Of je oor verkeerd. En dat is eigenlijk een beetje zonde. Zorg dat de draden, als je je onderdeeltje klaar hebt, met een lange draad afknipt, zodat je hem daarmee in elkaar kan gaan naaien. En dat doe je dus met je stopnaald. Ik hoop in ieder geval dat jullie net zo enthousiast zijn als ik over het haken. Natuurlijk heb ik jullie echt maar een heel klein beetje kunnen vertellen hoe je moet haken. Maar daarom is er wel een hele leuke hakengroep, mijn eigen hakengroep Ukkepukkie op Facebook. Dus ik zou zeggen, allemaal daar naartoe en lid worden. En volgend jaar komt mijn eigen haakboek uit. Dus ik zou zeggen, allemaal kopen. Ik ben er in ieder geval voor nu klaar mee. Ik haak af. Heel veel plezier.